onderdeel van Kerst aan de Voort en Iedereen Zingt zijn de lichttochten. Dat was vorig jaar een groot succes en we gaan er dit jaar ook weer een heel mooi iets van maken. Alle mensen van Dedemsvaart en de wijde omgeving nodigen we van harte uit op zaterdag 15 december mee te lopen in 4 verschillende lichttochten die allemaal samen gaan komen bij de kerk. Hoe laat begint de lichttocht? De lichttochten beginnen dit jaar een uur eerder dan vorig jaar. We starten vanaf 4 plekken aan de rand van het Dedemsvaartse dorp. En dan komen we dus daar allemaal verzamelen om 5:50. 6:00 willen we zo ongeveer gaan lopen. Onder begeleiding van mensen uit de koren en Jubal die komt meedoen om de zangers te ondersteunen. Die tochten die starten vanaf 4 punten eigenlijk aan de buitenkant van Dedemsvaart. En dat is de Sint-Vituskerk, de Kiever, het zwembad. Dat is het sportpark, de parkeerterreinen daarvan en het Vechtalcollege. En neem ook allemaal echt je eigen lichtjes mee. Hoe meer licht, hoe mooier. We nodigen ook van harte alle Dedemsvaarters uit die aan de routes wonen. Die om dan bijvoorbeeld hun tuinen en ramen versieren met zoveel mogelijk lichtjes. Dat we er een fantastisch evenement van maken met elkaar. Nou, en tegen 7:00, dan staan 4 van die tochten staan klaar. Dan wordt het helemaal stil. Iedereen staat vol spanning af te wachten dat ze binnen gaan komen in de Van Dedemtuin. 2 komen er langs de vaart vanaf de kerk. En ook nog een echt heel mooi gezicht is dat. Komen de mensen binnenlopen over de kerstmarkt. Al zingend met hun lichtjes. En die kerstmarkt, daar gaan we volgende week graag nog iets meer over vertellen.